Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe VHS review. Jullie hebben gekozen voor Face Off, een 1997 film met onder andere Nicolas Cage en John Travolta. Geregisseerd door Jimmy Woo, was het? John Woo. Ik weet het ook niet. John Woo, I don't know. Nee, jullie hebben gestemd, dus laten we beginnen. Yes. Face Off. Wilt iemand kort uitleggen? Kan iemand kort uitleggen? Ik kan niet kort uitleggen. Ik heb wel een leuke herinnering aan Face Off. Want Face Off is eigenlijk de eerste VHS-tape die ik me kan herinneren die we thuis hadden liggen, man. Ja? Ja, ik wou net eerst vragen. Hebben jullie al de film eerder gezien? Ik heb de film eerder gezien. Dit is hem niet, hoor. Dit is van ergens anders. Maar we hadden hem vroeger thuis. Die van thuis kon ik niet meer vinden. Mm-hmm. Dat was de eerste VHS-film die ik echt kan herinneren die we in de kast hadden liggen. Samen met Air Force One van Harrison Ford. Nou, nu zul je denken, ben je niet een beetje te jong voor die films? Ik weet het. Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Maar ja, fuck it. Nee, maar dat is wel een leuke anekdote. Je bent nooit te jong voor de film. Nee. Behalve 18 plus. Toen vond ik hem ook best wel nice. Daar ben je wel te jong voor, dat klopt. Toen vond ik ook best wel nice. Vond hem tegelijkertijd ook best wel creepy. Met het swappen van faces. Ja. Maar. Vandaar gaat de film eigenlijk. Vandaar gaat de film over. Ja, dat klopt. De naam is vrij uniek. Ja, want Face-off heeft twee betekenissen. Inderdaad. Een face-off, een battle. Is, ja, dat dacht ik dus toen ik de... Jezus, hey. Dat dacht ik dus toen ik de titel las. Ik dacht, face-off, oh, die gaan... Ja, maar ook gewoon letterlijk. Ja, het is echt letterlijk. Ja. Nee, maar de film gaat over... Archer is dan de good guy, de cop. De FBI, ja. En dan heb je Troy, die is dan de villain. Het is eigenlijk dat de villain eerst... de zoontje van Archer doodschiet. Mm-hmm. En Archer die heeft dat altijd soort van bij zich gedragen om die gas in te rekenen. Nu rekent hij hem in. Alleen, er is nog iets wat hij moet doen. Want er is een bom geplaatst door Troy. En om te achterhalen waar die bom staat, wisselen ze van gezicht. En op een gegeven moment komt Troy weer tot leven. Yeah. In dit geval is het dan Archer, maar het is Troy. Het is een mindfuck. Klopt. Dat wel. Maar die zorgt dan voor dat alle bewijs wordt verwijderd. En op een gegeven moment gelooft iedereen dat Troy Archer is en Archer Troy is. Er zijn ook niet veel mensen die dat weten, hè? Dat die operatie heeft plaatsgevonden. Nee, omdat het ook een geheim is. En de enige drie die het wisten, die heeft hij ook gewoon vermoord. Klopt. Zodat het bewijs gewoon verwijderd wordt. Jongens, first impression van de film, man. First impression, ja. Ik heb deze film eerder gezien. Ik was een beetje vergeten. Heel lang geleden. Maar een goede film. Ja, man. Het is echt een goede film. Ja, echt, echt goede film. De actie is gewoon perfect. Hoe moet ik het zeggen? Ja, het is gewoon een superleuke film, man. Ja, het is, het blijft doorgaan. Het verhaal blijft interessant. Je blijft doorkijken. Ja, het is interessant. Uniek. Het is wel elke keer als ik hem weer kijk, dan gaat de tijd best wel snel. Juist. Ja. Want heb ik veel, loop je even naar de wc of naar de keuken of zo. Dus dat 30 minuten, zet je het even op pauze en dan kom je terug, speel je me af. En dan volgende keer dat je even water gaat halen, zit hij al op een uur. Weet je wel? Omdat je het door hebt. Ja. Maar goede film, goede verhaal. Ook een heel sterke cast, man. Daar wil ik over beginnen. Want, zeker. John Travolta is een prima acteur. Mm-hmm. Die had volgens mij de jaar daarvoor had hij Pulp Fiction gemaakt. Mm-hmm. Of een paar jaar daarvoor. Ja. Ik kijk toevallig nu ook naar de poster. Ja, inderdaad. Maar die had hij dan een paar jaar daarvoor gemaakt. Dat was echt een lifesaver voor John Travolta. Dat hij blies zijn carrière weer een nieuw leven in. Mm-hmm. En daarna heeft hij heel veel hitfilms gehad. Dus ook deze. En de bad guy, Nicolas Cage. Nicolas Cage. De rol is echt... Ja, die rol die is, die rol is echt perfect voor hem. Weet je, ik heb hier ook gewoon momenten geschreven. Kijk, Nicolas Cage is de perfecte psycho voor elk film. In deze film, let op. De priesterscène.
Dat hij de bom heeft geplaatst. Oh, ja, en dan loopt hij zo naar beneden. En dat hij gaat zo headbangen. Weet je wel. Ja, nou, ondertussen kunnen de kijkers die beelden zien. Die zou ik zo onder editen. De airport shootout. Hoe hij zo'n fucking psycho kijkt de hele tijd. Ja. Over airport shootout ook gesproken. Hè? Je ziet daar. Ik was hem. Ja, ik heb hem meerdere keren gezien. Maar ik zie nu. Het was echt. Er komt zo'n man aangerend en je ziet zo die touwtjes al hangen zo aan zijn rug. Mm. En dan draait Nicolas Cage zich om en dan schiet hij die man. En dan die man die vliegt zo. Maar je ziet gewoon alle touwen van die harnas hier gaan hangen. Misschien kan ik die ook in de edit. Maar, het is ook een best oude film. Het is ook een best oude film, dus die special effects en zo. Hij is, wanneer hij in een gevangenis zit, dan is het zogenaamd Archer. En dan hoe hij naar Pollux Troy kijkt, weet je wel, zo. Ja, hoe hij aan het einde een beetje lacht in de spiegel en zo. Ja. En dat mensen zeggen, wat de fuck ben je aan het doen? Ja, ja, het is echt. Die man heeft heel unieke faces, man. Ja. Ook bij die Mass Weight of Talent of zoiets, weet je wel. Ja. Die van Prime Video daar ook weer. Dit is gewoon een en al een meme, die guy. Ja, en, ja, ja, dat klopt. Het is echt een geweldige acteur. Beetje spijtig wat hij heeft meegemaakt de laatste tijd. Maar Nicolas Cage. Ja, goede acteur. Ja. Maar ook over de regisseur, John Woo. Kennen jullie hem eigenlijk? Of eerder? Niet per se, nee. Want hij is wel hij is bekend van The Killer en Mission Impossible 2 heeft hij gedaan. Okay. Maar hij wordt wel bestempeld als een van de creatiefste regisseurs eigenlijk. Ja, dit is best wel een unieke film inderdaad. Ja. Maar The Killer... Ook uit de jaren 90 als het goed is. Ja. Ja. Niet van David Fincher, die nog uit gaat komen. Nee, maar hij heeft een standaard lijstje, John Woo, waar bij sommige scènes of handelingen... Ja. In elke film van hem terugkomen. Okay. Waaronder ook deze film. Unieke kenmerken gewoon. Ja, bijvoorbeeld, we zagen ook de hoofdpersonen. Of een van de hoofdpersonen. Dat die twee pistolen heeft en door de lucht springt. Max Payne. Dat is ook dat hij uit die vliegtuig zo springt. En wat ook kenmerkend is voor, zeg maar, qua camerawerk. Dat er altijd in zijn film zo'n POV is van de kogel. Oh ja. Dat is die kogel. Ja, ik weet hem al. Sniper. Met die sniper, maar ook verder in de film wanneer ze tegenover elkaar staan in de spiegel, weet je wel. Ja. En er zijn ook echt talloze dingen, maar ik heb even de hoofddingen eruit gehaald. Maar er is ook altijd een Mexican standoff. Ja. Dat is in die kerk, is dat toch? De Mexican standoff zijn altijd heerlijk. Ja. Vooral aan het einde van deze film heb je ook een Mexican standoff. En daar moet ik hem wel voor complimenteren. Hij heeft echt... sowieso heb je verwarring... Met de twee gezichten die door elkaar zijn verwisseld. Sowieso, ja. Dan komt het team van Archer volgens mij als eerste binnen. Die richten zijn wapens op Archer. Yeah. Of op Troy. En dan Troy zijn team licht hem op Archer. En dan komt de dochter en zo naar binnen. Weet je wel, de dingen. Yeah. Die richten elkaar. Maar hoe de camera constant afwisselt van vaste posities. Weet je wel. Klopt. Een keer staat hij hier, andere keer staat hij aan de andere kant. Andere keer staat hij... Veroorzaakt mede met die gezichten heel veel... Verwarring, weet je wel? Klopt. En dit hebben we eerder gehad. Bij welke? Mission Impossible. Possible ook, ja. Maar dat was een soort van light versie. Ja, oké. Okay, maar een soort gelijk situatie dat ook. Ja, maar dat was niet volle wapens en zo. Maar dit is wel met iedereen onder schot houden. Ja. Een beetje net als... welke film hebben we dat ook gezien? Reservoir Dogs. Ja, dat dingen klopt. Naar binnen komt. Die oom en die dingen. En die houdt een wapen op hun en zo. Dus dan staan ze daar zo met z'n allen. The good, the bad, the ugly. Ja, ik denk misschien de meest bekende Mexican standoff in filmgeschiedenis. Met het bekende fluitje. Klopt. Wil jij nog wat vertellen over de film? Ja, de film is uitgekomen in 1997. 97. Klopt. Ik kan me herinneren. Ik was 1 jaar. Nee. Weten jullie wanneer deze film is geproduceerd? Nee, man. Nee. 1990. 90. 7 jaar geduurd. Ja, de film was 1990 was die gewoon klaar. Ja. We zijn 7 jaar hebben ze gewacht om hem uit te brengen. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat de reden is. Oké. Okay. En de film is ook oorspronkelijk is die geschreven voor Sylvester Stallone. En Arnold. Omdat dat de twee grootste actieacteurs waren destijds in 1990. Ja. Dus... Ik denk dat ze uiteindelijk toch wel perfect hebben gecast. John Travolta en Nicolas Cage. Nicolas Cage is sowieso perfect voor de rol. Maar ik had dat ook gelezen. En ik heb ook gelezen dat Michael Douglas versus Harrison Ford een idee was. Mm. Ja. Dus, Alec Baldwin. Die is goed met wapens. En tegenover Bruce Willis. Dat is ook niet slecht. Dat is ook niet slecht, hè? Ja. En dan denk ik dat Bruce Willis misschien perfect was voor de rol van Troy.
Ja. Maar ik denk toch, ja, ik denk Nicolas Cage. Geweldig man voor deze rol. Ik denk dat dit gewoon de perfecte dingen is, inderdaad. Nee, eerder Bruce Willis met Nicolas Cage misschien. Als Bruce Willis als de cop. Ja. Zoals in Die Hard was hij ook de cop, toch? Die Hard is die ook de goede. Ja. Dat had ook wel gekund. Ja. Maar ja, in ieder geval één ding is zeker. Je kan iedereen hiervoor casten. Als iemand moeilijk doet over dat hij de bad guy speelt. Hij speelt ook de good guy. Okay. En als iemand moeilijk doet over de good guy spelen, hij speelt ook de bad guy. Dus ja, dat klopt. Het is makkelijk casten. Dus je had iedereen voor deze rol kunnen aannemen. Jongens, wat hebben we nog meer gezien in de film? Ik zag wel op een gegeven moment dat een gezicht swap scène. Ja, je zag wel dat het wax figures waren, man. Mm. Helemaal zo'n lelijke... Ja, de gezichten van hun waren gewoon... Dat was gewoon een pop. Ja, want dat zag je gewoon echt goed. Ja. En nog viezer vond ik dat ze haren en zo gaan knippen terwijl de gezicht eraf ligt. Dus je hebt een hele open wond en dan ga je denken van... Ik ga lekker haren knippen, weet je wel. Dat was wel matig, man. Dat was wel matig. Wat ik ook apart vond. Ja, apart. Maar dit hoort weer ook weer van de regisseur. De muziekkeuze was heel raar soms. In de zin van, het is een hele... Het is even het is ook een rare setting, hè, de hele film. Hele rare setting. Het is een bijvoorbeeld een hele serieuze scène. Is in een keer zo blij muziek op... Ja. Maar ook gewoon als iets niet serieus is er in één keer dramamuziek op in één keer. Ja, het verandert constant de hele tijd. Ja, wat mij voornamelijk opviel was die schietscènes. Dan zitten ze echt allebei in het open en bloot, weet je. Dan schieten ze op elkaar. Ja. En eigenlijk wanneer ze achter cover staan, dan worden gewoon vol op elkaar geschoten. Mm. En wanneer die achter die cover vandaan gaat en hij rent weg, dan gaat die wapen omlaag en ik sta te kijken waar hij naartoe rent. Dan denk ik bij mezelf, schiet hem dan, weet je. Ja, dat vond ik ook wel een beetje. Maar wat mij meest bij is gebleven, de scène wanneer ze soort van, hoe zeg je dat, rug aan rug zitten. Maar er zit wel een spiegel tussen. Dat is wel een iconisch shot. Ja, ze richt in feite de pistool op naar iemand, vijand. Maar ook op zichzelf. Ja. Weet je, dus dat is zo, volgens mij is dat dubbel, of niet? Ja, is over nagedacht. Net als de fetus strikken. Daar is ook echt wel over nagedacht. In het begin gaat hij voor zijn neefje. Ik moet even naam kijken, wat was zijn neefje zijn naam? Pollux Troy. Ja. Dat is toch zijn broertje? Ja. Of ja, hij is een broertje, sorry. Ja. Het is een machtige man. Ja. Die waarschijnlijk voor niemand buigt. Mm. Behalve voor Pollux. Want daarvan gaat hij op de knieën en gaat hij zijn veten strikken. Ja. Dat toont eigenlijk best wel aan dat hij dat er maar één iemand is waar hij waar aan hecht. En dat is dan Pollux Troy. Ja. Klopt, en dan later, wanneer Pollux door de raad zomaar naar binnen keldert. dan is hij dood. Ja. En dan, in dit geval is het dan John Travolta. Maar in werkelijkheid is het Nicolas Cage. Mm. Die gaat dan weer op zijn knie. En die gaat zijn broertje zijn veten strikken. Ja, dus ja, dat is een key element van de film, man. Ja, dat is best wel dingen. Er zitten boodschappen achter. Ik heb ook nog iets gezien, maar ik kan me niet herinneren. Misschien kunnen jullie me helpen. Op het laatst kwam Archer weer thuis met een kind. Ja. En wat deed die dochter bij dat kind? Die deed in één keer zo. Ja, dat. Snap je wat ik bedoel? Ik snap wel dat je zoiets erin hebt verwerkt. Maar volgens mij had iemand dat eerder gedaan, ook in die film. Nee, maar die hele film gebeurt. Ja. Dat is in één keer zo. In het begin doet hij dat bij zijn zoontje. En dan doet hij dat later bij de zoon van Troy. En dan krijgt hij een flashback weer van zijn zoon. Klopt. Maar hij doet dat ook bij de vrouw. In het ziekenhuis. Ja. Om het duidelijk te maken dat hij het is. Ja. Maar ook dingen, man. Later doet hij dat bij zijn dochter ook. Mm. Weet je wel? En dan is het echt van, dat is een dingetje dat duidelijk maakt. Ja. Maar het is ook een lastige situatie. Hoe ga jij iemand overtuigen, weet je wel? Klopt. Ja, maar... Hoe zou jij dat doen? Ja, maar dan zou ik informatie zeggen die ik alleen maar kan weten. Deze was een honey, do you remember the pimple on my butt? you want to see it? I still got it. Bloed was ook best wel uniek. En het gezicht, hij is wel cheesy, maar het is wel iets van... Klopt. Maar inderdaad, hoe zou je iemand overhalen om te laten, echt aan te kunnen laten tonen dat jij het bent? Honey, you want to see the pimple? Nee. Nee, geen gewoon bloedgroep of zo. Maar ook gewoon... misschien hebben ze hetzelfde. Maar dan zou je nog bepaalde dingen kunnen vertellen van... Informatie die alleen dat is ook lastig om met haar te praten. Vooral omdat het de killer van je zoon is. Weet je wel, ga je ernaar luisteren. Ja. Want waarschijnlijk zal ze wegrennen als ze jou ziet. Tuurlijk, ja. Nee, maar als je gewoon bepaalde key elements uit je leven... wat je hebt gedeeld, kan vertellen aan een desbetreffende persoon... dan kan je dat toch wel overtuigen, denk ik. Ja. Of de pimpel aan mijn butt. Nee. Ik denk dat ik persoonlijk over het verhaal van de Lupo zal
op 3 liter. Ik begin gewoon over de Lupo 3L, weet je. Dan beginnen heel veel mensen... Maar ik denk dat heel veel luisteraars niet weten wat de Lupo 3L is. Een mooie auto, jongens. Hartstikke zuinig. Ja, dat is de auto van Hakan. Heeft veel meegemaakt. Was R.I.P. Als die, ook als die deze... kon praten. Oh, vriend. Schild worden, jongen. Dan kon je u tegen zeggen. Ja, het was wel even... Key element van een film dat Archer tot of dat Troy tot leven komt, man. Dat was wel even adem inhouden. En dat hij weer en dat hij weer gewoon de gevangenisdeur gaat open en dan Troy denkt van ai, wie de fuck is dat Archer? Ik vond het wel een beetje vies toen die opstond en toen keek hij ergens in. Waar was zag je hem in de spiegelbeeld. Je ziet niet zo heel veel, maar er was wel een moment van dat eigenlijk het hele verhaal omdraait. Dat hij tegen hem zegt van, ik heb al het bewijs verwijderd. Ja. Wat doe je dan, weet je wel? Ja. Dat was echt een key element. Maar ik heb nog een leuke feitje. Oh ja, sowieso gevangenisscène. Ik zag John Carroll Lynch. Dat is best wel leuk. Want die hebben we eerder ook in onze vorige fase van de podcast over gehad. Zodiac hebben we gekeken. Oh ja. Shutter Island. Ja. Fargo. En er speelt ook een Gran Torino. Maar ja... Dus een geweldige acteur die vaak terugkwam in onze podcast. Niet de minste. Dus. Niet de minste, inderdaad. Nee, maar ik heb wel een leuk feitje over Cage en Travolta. Ze hebben destijds samen 2 weken in een ruimte gespendeerd om elkaar te kunnen imiteren. Hoe vonden jullie dat Travolta Cage nadeed? In die gevangenis was... Dan komt hij eerst heel serieus binnen. En dan ziet hij broertje, maar dan ziet hij broertje al twijfelen van... Hey. Ja, nee, maar ik heb het vooral over Travolta. Travolta die heeft hem echt goed onder de knie, joh. Hè? Ja. Dat hij soms gewoon zo'n vieze lach kan geven. Maar niet aan zijn omgeving, weet je wel. Maar gewoon, soms geeft hij aan het einde toe zo'n vieze lach, weet je wel. En dan heeft dingen het echt gewoon goed gedaan. Die heeft wel, Of dat hij het politiebureau weer terug instapt. En dan dat hij de bil knijpt van de secretaresse. Oh, zo, ja, dat hij zo, ja, zo doet. Klopt. Dus dat heeft hij echt goed gedaan. Ik heb nog een feitje. Want Danny Masterson. Ja, dit is dingen. Heftig onderwerp. Ja, hij is recent veroordeeld voor 30 jaar verkrachting. Er was ook een heel dingetje dat eerst Mila Kunis en Ashton Kutcher zeiden van... Ja, het is een goede jongen, blablabla, is onschuldig. En dan later, wanneer hij werd veroordeeld, toch nog even sorry zeggen tegen de mensen van... Ik bedoelde niet zo. Ja, zuur. Nee, maar hij zit er schijnbaar ook in de film en hij speelde Carl. Hij was al 32 jaar geleden. Als je nu zo aan terugdenkt, dan was misschien de rol van Carl niet zo heel erg verstandig. Want Carl is de jongen die de dochter van Archer probeert te zoenen in de auto. Zoenen? Ja, ik weet niet precies hoor. Maar in ieder geval, het was niet de meest verstandige rol als je er nu naar terugkijkt. Maar ik wist dat ook niet. Ik zag... Toen ik gewoon aan het kijken was, ik zag dat hij was voor. Ik schreef zijn naam op, Danny Masterson. Ja. En ik zag dat hij Face Off had gespeeld. Ik heb het dus gelijk even opgezocht. Maar het is gewoon een mini-rol. Klopt. Maar niet de meest ideale rol als je kijkt naar wat er nu allemaal is gebeurd. Nee, klopt. Natuurlijk kon je toen destijds ook niet voorspellen. Nee. Maar hij is meest bekend geworden bij de 17 Show, toch? Ja. Ja, als Hyde. Hyde. Ja. Jongens, ik heb de scores er ook even bij pakken. Oeh, kom maar. IMDb 7.3 van de 10. Ja. Tomatometer 92% van de 100. Arjen score 82 van de 100. En Letterboxd cijfer 3,5 van de 5 sterren. Netjes. Ja. Jongens, conclusie en rating? Conclusie, zijn we zo ver? Hebben we alles besproken? Ja, volgens mij wel. Conclusie en rating. En of mensen de film moeten checken. 100%, jawel. Wacht even. Sorry. Alles door elkaar. Laat Haken maar eerst dan. Laat Haken. Nee, ga nou maar. Nee. Ga jij maar. Nee, de film is echt super. Het is, de mensen moeten de film zeker checken. Gewoon de twee hoofdrolspelers zijn gewoon ideaal. John Travolta en... Zo'n lijfgeschreven rol. Is Nicolas Cage gewoon op de lijf geschreven. Er is heel veel... Vanaf het begin al is er gewoon superveel actie. Ik hou daarvan persoonlijk. Het houdt me steeds bezig. En ja, wat zou ik een cijfertje geven? Ik denk constant ook goede plots. Precies. Je denkt van oké, hij is nu geïnfiltreerd, is mooi. En dan in één keer komt Archer tot leven. Ja, precies. Of Archer, Troy komt tot leven. En dan. Ja, want ik was even vergeten, want in het begin zie je de scène van hij is opgepakt. Ik denk, is het nu al klaar? Maar meeste films... Roll the credits. Precies. De meeste films gaan door de hele film door van we moeten iemand pakken. Hij was in het begin al opgepakt. Ik denk van, is het nu al klaar? Het is vrij uniek script. Het is niet echt een go-to script. De mensen moeten hem zeker zien en ik geef er 4 van de 5. 4 van de 5. Nou. Oh, jij ook 4 van de 5? Ja. Sluit maar bij mensen aan 4 van de 5. Nee, wel even een conclusietje? Nee, ik...
Ik vind het een goede film. Wat mensen zegt, genoeg actie. Niet te veel actie. Dat je op een gegeven moment alleen maar naar schietende scènes zit te kijken. 2 uur lang. Mm. Want de film duurt 2 uur en 2 uur 20, 2 uur 30 of zo. Dus we gaan over de 2 uur, dat wel. Ja, 182 minuten. En dat blijft constant, dat verhaal, dat blijft je constant weer oppakken. En dan denk je van, oké, dit is het. Dus dan, wacht even, er gebeurt weer wat. Ja. Dus de actie is goed. De artiesten, de acteurs die erin spelen, artiesten. Lele, hey, Shakira. De acteurs die erin spelen zijn vooral Nicolas Cage. Die rol is echt geschreven voor hem. Ja. Is ook goed. Dus ik sluit me aan bij Mirza. Ook een 4 van de 5. Dit is een film, dat heeft toch een apart plekje in mijn hart. Maar ik heb hem niet voor het eerst gekeken, meerdere malen gekeken. En het is zeker een film die je meerdere malen moet kijken. Wil je hem kijken? Hij staat op Disney Plus. Je kunt hem zeker checken op Disney Plus. Maar ik geef hem ook gewoon 4 van de 5 sterren. En daarmee zijn we het wel over uit. Dat Nicolas Cage en John Travolta in de film Face Off 4 sterren krijgen. Ja. Van ons. En zeker kijken. Zeker kijken. 100%. Ja, yes, dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van de aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Vergeet niet om te abonneren op de Videocorner. We zijn te vinden op YouTube, op Spotify en Apple Podcast. Nu je dat toch rondhangt, geef ons een like, geef ons een review, plaats een comment, zet het belletje aan, abonneer op ons. Deel de podcast met je vrienden, zeker niet vergeten. Ook zijn we te vinden op Instagram, TikTok en Facebook. Op TikTok en Instagram heten we @TheVideoCorner. Op TikTok hebben we nog unieke content wat niet op andere platformen staat. En we zijn te vinden op Facebook, genaamd TheVideoCorner. Vergeet ons ook niet op Facebook te volgen. Volgende week maandag zijn we weer terug met een reguliere aflevering. Jongens, bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. En luisteraars ook bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.